Oh, oké. Oh, nou, nu ben ik sowieso de Sjaak. Want nu komt hij niet meer bij... Wat? Wie doet dat? What up YouTube? Super tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en vandaag ga ik voor het eerst Super Mario Maker 2 levels van kijkers spelen. En ook wordt bekendgemaakt wie dit super toffe strandlaken gaat winnen van Super Mario Maker 2. Want van alle levels die ik vandaag ga spelen in deze video kies ik het tofste of het leukste level. Dus gewoon het mooiste level of het level waar ik het meest plezier aan beleef. En die wint die prijs. Mocht jouw level nou niet in deze video zitten, blijf gewoon je levels hieronder in de comments droppen. Want wie weet komt jouw level ook gewoon een keer aan de beurt in de video. Eens even kijken, welk level gaan we spelen? Ik zie hier een level van Ingmar Brass die zegt: ik hoop dat je mijn level gaat spelen. Het level heet Voor Rickachu. Dus jij hebt speciaal voor mij een level gemaakt. Dan moet ik even checken. En inderdaad, hij heet Voor Rickachu. Super Mario Bros. U-style. Oh, ik ben ook gewoon de eerste die hem gaat spelen. Wat leuk. Eens eventjes kijken. Hier moeten we door deze buis. En dan... Oh, ja. Bedankt, hè. Top. Oké, poging 2. Ik weet dus dat ik naar rechts moet sturen nu, hè. Deze man. Deze man. Oké, dus ik moet zo... Mop. Ja, hier doorheen. Dat is een autoscroll level. Grappig. Grappig, die zie je niet super vaak. Oké, ik neem deze even mee, ja. Zal ik hem... Oh. Oh, oh, rustig. Bam. Oh, dit is niet goed. Oh, dit is wel goed. Dit is wel goed. Ik kan er doorheen. Jee, ik kan er doorheen. Oké, dit was grappig. Dit was leuk gedaan. Oké, checkpoint dingen. En als ik hierop spring. Hoe moet dit? Moet ik zo? En dan... ja, oké. Nice, nice. Oké, dit was een goede hindernis. Let's go over mijn grote vriendelijke groene blokjes. Oh, in de vorige video was dit zo'n vervelend stukje met die groene blokjes. Ga je onderlangs? Je gaat onderlangs, hè? Maar, oké, je gaat echt onderlangs. Oké. Komt hier een paddenstoel uit? Een bloem. En een enemy. Oké, ik neem deze mee. Oké. Ik mag staan. Gaan we hier naartoe? Ja, gaan we door de deur. En dan gaan we door... Ik ga door de derde deur. Ik vertrouw jouw tweede deur niet, jongen. Oké, je hebt met van die rode muntjes gewerkt. Dat vind ik cool. Dat vind ik altijd leuk. En in de andere deur zitten dus allemaal Koopa's. Die ga ik ook afschieten, jongen. Schieten! Oh, je hebt een ster hier zo. Dat is nog beter. Hoppakee. Lekker. Dan kan ik nu als het goed is hier doorheen. Ja. Yeah. En waar komen we dan nu uit? Ik moet hierop bouncen. Denk ik. Wat? Oh, wacht. Ik moet de P-blokje pakken en weer terug. Hé, dit is wel een creatief leveltje, man. Dat heb je echt wel goed gedaan. Nou, hoop ik niet dat ik doodval. Oké, top. Top. Ah, met de pennen. Ja, oké. Dag, molletjes. Later. Why? Why? Waarom? Jongen, ik ging zo lekker. Nee. Oké, chill. Ja, oh, kak. Stomme mollen. Oké, ik moet hier ergens... Moet ik nu een beetje rustig aan doen, hè? Oké, hier zo, ja. Met die grijpdingen. Ik hou mijn hart vast altijd met die grijpdingen, jongen. Ik heb altijd het gevoel dat ik dit niet kan. Maar, oké. Even rustig aan. Ja, toppie. Bap, bap. Ja! We hebben het level gehaald. Yes! En uiteraard hebben we ook het wereldrecord. Weet je, ik geef je sowieso een hartje. Of je nou wint of niet, dat hartje van mij heb je binnen. Ik vond het wel een leuk level. Het was niet super kort, dus dat is sowieso goed. Duurt wel eventjes voordat je er doorheen bent. 3 minuutjes heb ik er dus over gedaan. Oké, dit was een goede start. Door naar de volgende level. Race zegt: yo Dick, ik heb wel een level voor je gemaakt. Hij is niet heel moeilijk, maar het draait meer om wat ik erin heb gestopt. Ik probeerde zoveel mogelijk detail aan het monster toe te voegen. Monster, let's go. Dit is een leveltje van Mert. Nice, monster. Ik ben nu echt zo benieuwd. Let's go, we gaan even door deze buis. En dan moeten we rennen over ijs. Dat vind ik nooit zo fijn. Oké, ja, dat blok. Lekker. Oh, dit is lachen gedaan. En nu? Oh ja, ik kan nog steeds erheen. Redden. Top. Dat was leuk gedaan, man. Dat was alvast een pluspuntje. En nog een keer. Ja, top. En nog... Springen? Ja, oké. En ja, dit gaat goed. Dit is oké. Nee! Oké. Ah, boem, boem. Nee, boem, boem. Ik ga je... Deze freaking boem boem, die gaat mij nog slopen ook, denk ik, jongen. Wat? Ja, ik heb hem, Oké, sleutel. Woe. Oh nee, niet deze irritante beesten. Hoe kom ik hier langs? Ja, zo kom ik hier langs. En op je bakkes. Ja, top. Oh my god. Ah, nee. Ik had niet moeten springen. Ik ga nu gewoon de hele tijd vuur op boem boem gooien. La 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 la. Dit is de cheat manier, vind ik altijd. Dit is de cheat manier om Boom Boom te verslaan. Maar geeft niet, want nu heb ik mijn bloem nog. Boom Boom verslagen en ik heb mijn bloem bloem nog binnen. Nou, dat is het last, dat is lekker. Ik wil mijn bloem bloem. Oké, let's go. Schiet hem. Schiet hem. Lekker. Dit is een challenge. Of kan ik dit gewoon... Ah. Oeh. Moet ik klein worden en springen? Ik probeer bukkend te springen. Op het laatste moment. Oké. Lekker. Bukkend springen werkt. Oké, ik ben alleen wel mijn bloembloem kwijt. Geef me mijn bloembloem. Muntjes. Misschien is hier boven ook wel wat. Maar laten we gewoon door de deur gaan. Holy crap. Is dit een monster? Dit is een monster, hè? Dit is vet. Holy crap. Als je goed kijkt, dan zie je dat dit een monster is. Het is een oog. En hier heb je twee... Ja, of het zijn oren of armen. Dat weet ik dan niet. Of horens. En hieronder heb je zijn mond. Dit is awesome, man. Dit is awesome. Dit heb je echt vet gedaan. Oké, let's go. We gaan naar beneden. Even kijken waar we nu naartoe moeten. Ik zie niet waar ik naartoe moet. Waar moet ik naartoe? Dit is wel een ding. Waar moet ik nou naartoe, jongen? Nee, volgens mij kan ik hier niks doen. Dat is wel heel jammer dat je hier niks kan doen. Want ik wil hier eigenlijk gewoon verder. Moet ik dan toch misschien hier doorheen? Oh, dit is het einde van het level. Ik zag het niet eens. Je hebt het einde van het level gewoon verstopt. Ja, jij krijgt ook gewoon sowieso een hartje, man. Ik vond dit ook wel een bazig level, hoor. Alleen het is wel zo. Als ik nou gelijk door was gelopen naar de finish, dan had ik hier monster niet gezien. Dus ik zou eigenlijk de finish dan ergens anders doen, denk ik. Maar toen ik wel in dat monster zat, vond ik het wel heel nice gedaan. Heel nice. Kevin Dupont zegt, ik heb samen met een vriend ook een level gemaakt. Dus jullie hebben dit met z'n tweeën gedaan. Als jullie het strandlaken winnen, dan moet je hem door de helft knippen. En dan krijgt de ene Mario en de andere krijgt Luigi. Oh, wow, check dit. Hij is nog maar door 1 iemand voltooid. 0,31 slagingspercentage. Jongen, en ik moet... Oké. Je noemt je level ook gewoon impossible. Daar gaan we. Top. Oh, oké, deze is snel. Ja. 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 Ja, waar gaan we naartoe? Hier. Dit is dus al niet te doen, hè? Dit is dus al amper te doen. Ik moet je wel zeggen, Kevin, ik heb niet het geduld voor dit soort levels, man. Ik vind dit soort blokjes altijd best wel irritant, namelijk. Oké, let's go. Die heb ik. Kan ik dan nu hier doorheen? Ik kan hier doorheen. Ik vind het niet erg om moeilijke levels te doen tegen vijanden, maar moeilijke levels met blokjes, daar... Ik weet niet, man. Dat is niet mijn ding. Maar goed. Hopelijk zit er een checkpointje in. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Is dit de volgende deur? Dit is de volgende deur. Ik hoef hier geen... Oké, ik hoef hier geen dingetje te pakken. En nu? Jij hebt van die... Oh, gosh. Oh, doe een checkpoint, man. Doe een checkpoint. Dit vind ik ook niet erg om te doen. Maar nu vind ik het wel irritant, zeg maar, om dit stuk te doen. Als je, zeg maar, van het ene thema naar het andere thema overgaat. Dus van dit soort blokjes thema naar een volgend thema. Dus met enemies. Doe even een checkpointje. Dan heb ik het gevoel dat ik dit in ieder geval afgesloten heb. En dan kan ik me focussen op het ding met de enemies. Yes, oké. Kijk, het lukt wel. Het is niet super moeilijk. Ik moet dus alleen... Kijk, dit... Oh my god. Als ik nu nog 1 keer niet verder kom... Dan ga ik even een ander level spelen. Oké, dit is mijn eigen fout. Deze tel ik niet mee. Jongens. Rip. Oké, het probleem is hier dus dat je hoog moet bouncen om het volgende platform te halen. En daar zit gewoon zo'n irritante Lucky toe. Sorry man, dit duurt gewoon te lang. Ik ga door naar de volgende. Oké, Arne die zegt... Yo Rick, ik heb ook een leveltje en er heel veel tijd in gestoken. Hier is de ID. PS, je baard is nice. Als je dat zegt, heb je zo al een pluspunt. Zo, die is al aardig wat keer gespeeld, man. 72 hartjes heb je gekregen. The Legend of Zelda main theme. Oh! Volgens mij... heb ik deze... ergens online langs zien komen. Deze heb ik gezien. Deze is gedeeld. Of volgens mij op een website of zo. Ja, dit is wel nice, man. Ik vind het knap als je dit kan. Maar is deze echt door jou gemaakt, Arne? Oké, ik moet wel zien dat Arne in jouw gebruiksnaam staat. Heel nice, man. Echt heel nice. Dit heb je echt heel vet gedaan. Jullie weten hoe erg ik van Zelda hou, hè? Ja, oké. Arne NL, ja. Ik geloof dat deze inderdaad voor jou is. Wat? Zo super nice. Jouw level is gewoon gefutured, man. Oh, ik had bijna het wereldrecord. Jij krijgt sowieso een leuk. En ik zal ook even een reactie posten. Wee. Posten. Hoppakee. Jouw level is volgens mij gewoon viral aan het gaan. Echt insane. Tube Games zegt het volgende. Hey Rick, mijn leveltje heeft me 3 uur gekost. Oké, ik ga even checken wat jij in 3 uur tijd hebt gebouwd. Let's go. Oh, ik ben ook gewoon de eerste. Dit is een speedrun? Oké, ik moet gewoon op de... Oh, ik moet gewoon niet op dit platformpje. Juist. Hoe ga ik dit doen? Hoe kom ik hier langs? Zo kom ik hier langs. En deze moet kapot. Ja, top. En dan moet ik zo. Bap en bap. Oké, cool. Dan hier doorheen. En dit? Hoe ga ik dit doen dan? Oh, ik moet op een hoofd springen allemaal. Oké, die is kapot. Die is kapot. Er zijn nog 2 over. Even kijken wanneer die achterste hapt hoor. Oké, ik kan gewoon achter elkaar op een hoofd springen. Oh, dat hoeft niet. Ik heb de sleutel al te pakken. Lekker. Alright. Kan ik jou meenemen? Dat kan denk ik wel. Moet dat ook? Lukt dat ook? Oh, nee, dit is niet slim, Rick. Dit is niet slim. Kan ik je ook omhoog schieten? Dat kan niet! Dat kan alleen in SNES-stijl. Oh, kak. Dan moet ik weer hier doorheen. Hoe is dit speedrun? Ik laat deze enemy hier maar eventjes zitten, denk ik. Als het lukt tenminste. Die moet even weg. Zo, hoppa. Ja, oké, ik ben hier doorheen. En dan moet ik denk ik deze pounden. Ja, lekker gedaan. Dit is leuk gedaan. Hier moet je sowieso kapot gaan. Dan zijn we weer klein. Want dan kunnen we hier doorheen een checkpointje pakken. Ja, we gaan racen. We gaan racen. Wop, womp. Oh, shit. Oké, let's go. Poging 2 met de auto. Bap. Waarom lukt het niet? Ik ben nog niet zo goed met die auto, jongens. Ik zeg je eerlijk, ik ben hier niet zo e-sports in met die auto. Zie je, mijn auto is al kapot. Nou, laat maar hangen dan. Dan ga ik wel gewoon rennen. En nu? Moet ik springen? Hey, jij gaat me niet weer nakken, hè? Dat ik weer kapot ga als ik hier naartoe ga. Oké, maar ik heb wel checkpoint. En ik heb weer de auto. Kan ik zelf hier omhoog? Ja, dit kan. En ik wil gewoon hier zelf omhoog proberen te springen, want via die bouncers lukt het niet. Ja, ik ben boven. Oké. Nee! Let's go, Mario. Ja, lekker. En hop, en... Oh, oké. Oh, ja, oké. Bouncing platforms. Ik hou altijd mijn hart vast met bouncing platform. Oké, dan moet ik... Nee. Oké, rijden Mario. En jump. Hier naar beneden. Kom op. Ah, yes. Oké, dit was... op het level na wat ik niet gehaald heb. Het moeilijkste level van vandaag. Ik heb 4 minuten over gedaan, man. Ik krijg wel een leuk, want dat was die wel. Hij was wel leuk. Oké, ik ga ook nog 2 levels van mensen spelen die hun level via Instagram hebben ingestuurd. Mieze Mekor zegt... Hey Rick, mijn zoon en ik zijn ook druk aan het level bouwen geweest. De mijne is een beetje standaard, maar ik vind die van mijn zoon qua layout en uitdaging echt leuk bedacht. Mijn zoon heet trouwens Milan en is 9 jaar. Shoutout naar jou, Milan. Vroeger was er zo'n programma dat heette Mijn Vader is de Beste. En daarin moesten vaders allerlei opdrachten doen voor kinderen om een soort van prijs te winnen. Dus misschien is het ook wel leuk om een level van je vader ook even te checken, Milan. Dat gaan we eerst doen en die is ook al best wel vaak gespeeld. Oeh, hij is in 12 seconden gehaald door iemand. Wauw. Fishy jumps. Oké, dus ik moet jumpen op de visjes. Of bedoel je dat... Ik kan mijn zin geen eens afmaken. Laat me met rust, vis. Oké, die vis is kapot. Lekker. Volgende vis. Ja, die vis is ook kapot. En deze vis gaat nu jumpen. En die is ook kapot. Top. Oké. Oh nee, we krijgen weer zo'n platform. Nee. Ik wil niet zulke platformpjes. En laat me met rust. Gekke vissen. Laat me met rust. Niet te hoog springen jullie. Oh, die is een vliegende vis. Nee. Ik was daar echt in een hoekje. In het nauw gedreven. Nee. Mijn paddenstoel is weg. Verdorie, man. Oké, dit kan ik. Ik neem nooit meer een aquarium. Dat is nu wel zeker. Oké. Visjes? Even normaal doen nou. Zo, hoppakee. Dat is visje nummer 3. En door. En door. Let's go. Ik kan dit. Ik kan dit wel. Ik moet het alleen nog even doen. Niet te snel proberen. Oh, dit is niet... Oh, je kan hier gewoon overheen. Oh, joh. Oké, cool. Dat hoeft helemaal niet via een vis. Nice. Nice. Zit hier toevallig... Ja, hier zit een bloem in. Ah, daar ben ik blij mee. Daar ben ik blij mee. We kunnen visjes gaan schieten. Ik zou hier denk ik technisch gezien overheen kunnen springen dan. Als je het zo met muntjes aangeeft. Nee, niet. Maar we hebben wel het einde van de level gehaald. Ah, oké. We hebben er een paar keer over gedaan. Maar het is gelukt. Ik vond het wel een heel leuk thematisch level met al die visjes. Dat was echt nice. Ik hou van thematische levels. Vind ik heel tof. Maar nu het level van je zoontje. Let's go. Leveltje van Milan. En hij is al best vaak gespeeld. Het is Drakenland. Alright. Ik hou van draken. Dus ik ben benieuwd. Volgens mij kan ik hier gewoon overheen rennen. Oh, nee, niet. Zo, rustig aan. Oké. Moet die aan? Moet ik rennen? Oh, no. Volgens mij kan ik met zo'n twist jump, of hoe je dat noemt, kan ik daar overheen komen. Dit moet... Oh, ik kan gewoon overheen lopen. Oh, nice. Nu moet ik snel naar deze kant. Ja, alright. Is hier een geheimpje? Nee, hier zit geen geheimpje. Oeh, dit is wel nice hoor. Oké, Milan. Ook die muziek alleen al. Die muziek in het level is ook gewoon tof. Hier kan ik nu doorheen, want dit heb ik net uitgezet. En top. Dan kan ik hier door die buis. Gaan we hier naar boven. Ah, dit is wel echt een goed kasteeltje inderdaad, Milan. Lekker gedaan. Let's go. Ik hoop dat er een checkpoint in zit, dat ik straks niet alles overnieuw hoef te doen. Zelf gebruik ik ook niet heel vaak heel veel checkpoints hoor. Moet ik eerlijk toegeven. Let's go. Door de buis. En dan denk ik door deze buis. Leuk gedaan man dit. Holy crap. Ja oké. Ja oké. Waar gaan we naartoe? Kijk die achtergrond is nice man. Je ziet hier zo op de achtergrond echt dat kasteel. Heel vet gedaan dit. Heel nice. Nee, dat is niet nice. Ik denk dat ik gewoon geduldig moet zijn. Maar dit is wel lastig hoor. Om dit goed te doen. Je moet op tijd jumpen strakjes. Even kijken. Anders ben je te laat. Of kan ik gewoon meelopen? Ah, ik kan gewoon meelopen natuurlijk. Nu denk ik dat ik deze langzaamaan moet activeren. Oeh, ja, zo te zien wel. Laat ik maar gewoon hier naartoe springen. Ik zag wel dat hier iets uitkomt. Oké, die draak. Die draak dus. Gelukkig, we hebben hem overleefd. Oh, allemaal sterretjes daar. Nice. Tof gedaan. Kan er alleen niet bij. Ik denk dat ik via deze kant moet. En dan, ja. Oké. Ja, hier door de buis. En go. Lekker. Oh, kijk die vis ook daar. Oh, nee. Het ging zo lekker, man. Hop. Hop. Oh, kak. Hij pakte het muurtje niet. Alright, kom op. Nu pak je het muurtje wel, hè. Laat ik dan maar even gewoon zo een beetje op zeker spelen. Ja, hier doorheen. Hier doorheen. Hier doorheen. Wacht, kijk uit voor die freaking draak, jongen. Die draak doet toch nog wel lastiger dan normaal, hoor. Hé. Daar komt hij weer. Freaking dragon. Volgens mij ben ik nog niet zo ver geweest als dat ik nu ben. Ik ga even de ster pakken. En deze baas verslaan. Ja. Ja. Zijn we er? Ja, we zijn er. Ah, nice. Dit was ook een vet level, man. Dit wordt echt nog moeilijk om een keuze te maken wie die badhanddoek gaat winnen. Maar je krijgt ook sowieso een likeje van mij. Oké, ik doe nog 1 level. En dat is ook een level wat ik via Instagram heb binnengekregen. Als je me daar nog niet volgt, volg me even op Instagram. Rickachu en dan Tube erachter van YouTube. Rickachu Tube. Ja, Rickachu kon niet meer. Echt super stom. Trouwens, in Mario Maker heeft ook iemand Rickachu gekaapt. Wie heeft die gekaapt? Ik heet Rickachu NL in Mario Maker. Dus echt... Ah! Oké, Lars56 zegt... Ben de hele dag bezig geweest. Zou een eer zijn als jij hem morgen wil spelen. Ik denk dat Lars eigenlijk vraagt of ik hem op Twitch wil spelen. Want daar speel ik namelijk Super Mario Maker 2 live. En daar gaan we ook nog allerlei toffe prijzen weggeven. Dus als je nog meer prijzen wil winnen en mijn live wil zien gamen... Volg me sowieso ook even op twitch.tv/Rickachu. En dan ga ik nu jouw level spelen. Pak minstens 53 munten en bereik de finish. Ja, dat kan natuurlijk ook. Je kan er ook opdrachten aan koppelen aan je levels. Eens even kijken. Ik denk gewoon zo en dan gewoon doorlopen. Alleen dan hoop ik dat dit goed gaat. Ja, dit gaat goed. En nu kan ik door de deur. Ja, die spijnis kan ik niet pakken, toch? moet ik die Koopa erop schieten? Jemig man. Hier is wel over nagedacht. Holy crap. Ja, sleuteltje in de pocket. En go. Maar dit dan? Moet ik die hier naartoe laten lopen? En dan... Ik dacht nog even een kort level te spelen, Lars. Deze video duurt al veel te lang. Dit is toch niet meer te doen. Ja, eigenlijk moet die guy naar mij toe lopen. Zo. Ja, dag. Ik heb ook geen geduld meer nu. Ik wil dit niet meer. Waarom moeten jullie me pijn doen? En dat zeg ik, terwijl ik zelf ook knijten moeilijke levels maak. Oh my gosh. Dit level, Lars... Ik denk wel dat dit ongeveer zo moet, hoor. Die spijnies, die moeten in ieder geval kapot. Nee. Echt, Lars, ik kom niet verder dan 3 muntjes, man. Oh, oké. Oh, nou, nu ben ik sowieso de Sjaak. Want nu komt hij niet meer bij... Wat? Wie doet dat? Die drukte er een P-switch in, man. Oké, hier naartoe. En dan op zijn hoofd. En dan... Nee, moet je hem er wel ingooien, Rick. Nog 1 keer, Lars. Dit is inderdaad een leuke level voor Twitch. Ah. Kan ik? Nou, wil ik toch nog even 1 ding proberen. Want misschien kan ik wel gewoon op die gele blokjes komen. Want ik sprong net bijna op die gele blokjes. Kijk, als ik dit doe. Zo. Dan komt hij naar beneden. Kan ik hem nu... Het is wel een level wat ik wil halen, Lars. Het is wel een level wat ik wil halen. Alleen het duurt zo ontiegelijk lang en dat werkt niet in een YouTube-video. Dus dit is echt de laatste poging. Mijn doel is om bovenop die gele blokjes daar te... Weet je, laat ook maar zitten. Laat maar. Ah! Ja, dan is het nu tijd voor de grote prijsuitreiking van het grote badlaken. Want hij is echt huge, jongen, dit ding. Dus dit is wel echt een toffe prijs voor deze zomer. Wie ligt er deze zomer lekker op het strand met zijn Super Mario Maker 2 badlaken? Ik twijfel tussen 2 levels. En ga ik daarbij voor het hele toffe level design? Of ga ik daarbij voor creativiteit? Dat vind ik een hele lastige, want ik vind ze allebei heel tof. Het gaat tussen Milan, het hele toffe Bowser kasteel, en Arne, die Zelda melodie had gemaakt. Ik vind het heel moeilijk, maar ik ga dan toch voor het level van Milan. Omdat ik het level van Milan echt kon spelen. En het level van Arne gewoon door moest lopen. Als ik dan ga kijken naar in welk level ik het meest plezier heb gemaakt, dan is het het level van Milan. Gaan we puur kijken naar welke het meest creatief is? Ja, dan had jij gewonnen, Arne. Dan had jij zeker gewonnen. Maar ja, er kan er maar 1 de winnaar zijn. Milan, jij krijgt bericht van mij na deze video. En dan bedank ik jullie allemaal voor het kijken. Blijf je levels hieronder in de comments insturen. Wie weet ga ik jouw level dan ook een keertje op YouTube spelen. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer Mario, Nintendo, Pokémon video's. En dan zie ik je bij de volgende video. Mazzel!